I am the great Luigi too, and I'm going to throw my bits at you. Oké, daar ben ik weer. Goedemiddag, ik zat op Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we twee sterren geld van Gottlieb Galaxy. En in deze aflevering gaan we naar de derde ster, omdat ik er zin in heb. En ik raak buiten adem en mijn stem die gaat omhoog voor geen enige reden. En daarom klikken we gewoon naar de laatste ster. Oké, dan. When it rains, it powers. It pours. Of pours. Engels. Oh ja, deze. Whoop the fucking do. Wat we hier moeten doen is, we moeten dus zeg maar, het gaat regenen. Regen, je weet het, bijen kunnen niet tegen water. Dus daarvoor moeten we uitkijken voor, tot we niet nat worden als bijvorm. En wolken, op een of andere vage manier, logica's, Nintendo logica's zullen we maar zeggen. Is het dus mogelijk? Ik wil die munt hebben, ook al ken ik nou niet op. Kijk, als jullie dus zeg maar op die wolken proberen te staan, we vallen er dwars doorheen. Willen jullie me loslaten? Jullie zuigen. Lekker even jullie, die zuigen. Nintendo logica's, de bui. Ja, de regenbui. Luigi kan niet tegen de regen, of Luigi kan niet op wolken staan. Maar op het moment dat je B-Luigi bent, kan dat weer wel. Geloven jullie me niet? Ik zal het laten zien. Zie, ik kan op wolken staan als B-Luigi. Nou, hier, ik weet, Nintendo Logic, don't question it. Niet slim, niet doen. Domste wat je kan doen. Dus don't. Maar ik doe het lekker eventjes toch. Regen, ja, stormchase is mijn hobby. Regen, dat is zeg maar, een wolk is gemaakt van zeer kleine waterdruppeltjes. En hoe meer van die hele kleine waterdruppeltjes dat erin zitten, hoe groter dat wolk wordt. En als de wolk zeg maar te groot wordt, dan krijgen we dus zoiets als regen. Oftewel, één wolk is niks anders dan waterstof. Te licht om te vallen, maar maakt niet uit. Dus als Luigi niet tegen water kan, hoe de frick kan hij dan bovenop zo'n ding staan? Ik weet het, Nintendo logica's. I don't care. Nintendo, er is een grens. Als je regels maakt, moet je die regels niet breken. Ik bedoel, hoe denk je dat wetenschappers dit spel aan het spelen zijn? Oké, dus als Luigi een bijenpakje aan heeft, dan mogen wij niet, maar dan ook niet, nat worden. Want dan raken wij onze ability kwijt. Nou, zo'n wetenschapper ziet zo'n wolk. Oh, het regent op die wolken. Nou, aangezien dat wolken niks anders zijn dan H2O, water, wil dat dus zeggen dat ik dus eigenlijk niet, maar dan ook niet, op die wolk ook mag aanraken, want die wolk is een en al water. Dus, ja. Dat schiet dan toch niet op? Of ligt dat nou aan mij? Ben ik nou zo'n zeikhond die daar gewoon te veel over gaat zeiken? Ik bedoel, er is een versie van logica's en er is een versie van broodje gezond verstand. Ik neem dit als totale onzin. Want dat is het. Het is gewoon heel rare onzin. Maar goed. Laten we daar niet helemaal op blijven focussen op die Nintendo logica's met een broodje gezond verstand. Want dat schiet natuurlijk niet op. Ik denk toch maar eens dat ik zelf een keer die website ga opzoeken van www.ikhebvragenenopmerkingen.nl die niet bestaat. Tenminste, ik weet nog niet eens. Die grap, het is gewoon. Regen maar. Waarom blijf ik rondjes lopen? Ik was duidelijk met de joystick aan. Mijn nunchuk heeft er ook geen zin meer in. Die is ook boos op die logica's. Met een broodje gezond verstand. Nee, maar, wat was het? Dan ben ik eens kwijt. Snijkies. De grap van vragenenopmerkingen.nl. Die grap die is gewoon totaal verzonnen. Die is totaal uit het niks gekomen. En dat is dus eigenlijk zeg maar een soort van punt geworden. En, oh, die wolken die verspreiden. Tuurlijk. Als er nou een generator zou staan, dan had ik gezegd van, oké. Maar die wolken die verdwijnen en komen dus zomaar in één keer uit het niks. Ik wil die gouden munt. Wat is het? Een pijltje omhoog, dankjewel. Alsof ik niet had geweten dat ik hier naar boven moest. I'm going to push this jump and... Oké. Haal ik de. Ja, tuurlijk. Zonder enig probleem. Oké, we hebben hier. Oh, leuk, een vine. Weten jullie eigenlijk dat die vines die we hier zien een beetje een throwback is van Mario 1? Aangezien dat in Mario 1 zeg maar zo'n bonus level had om met zo'n vine. En oh, hij schiet waterbubbels.
Bubble Man! Terug van Mega Man 2. En ja, ik weet het, Mega Man 5 die komt ook ooit wel een keer rustig aan. Echt serieus, maak je daar niet te druk om. Die komt echt nog wel. Oké, dus dan komen daar die plateautjes. Die plateautjes zijn getimed. En er zit hier dus geen extra versie voor om bij te wezen. Dus eigenlijk moet ik heel goed misbruiken. Oh! Ik had die regenwolk niet gezien. Ik wou net zeggen, van nou zijn we dus eigenlijk heel erg goed in het voordeel omdat we dus zeg maar een bij-outfit hebben. Maar ja, die bij-outfit die zijn we nou dus kwijt. Door die regenwolk die ik niet zag. Slim. Maar ja, dat maakt niet uit. We kunnen altijd nog longjumpen. En dan een spinjump doen om ons eigen te redden. Wil jij je waterbubbels bijhouden? Ik bedoel, serieus. Ik weet niet of je mijn let's play hebt gezien van Mega Man 2. Maar bubbels zijn nou niet echt bepaald het beste wapen wat je kan gebruiken. Ik bedoel, doe me nog niet eens schade. En ik weet dat je bent boos. Dat snap ik. Ik bedoel, je kon kiezen. Metal Blade of Bubbles. En jij gaat voor Bubbles. En Bubbles duwen we alleen maar weg. Uh-oh, dit gaat pijn doen. Auw! Ach ja, eigen schuld. Volgende keer kies de Metal Blade. Geloof mij maar, werkt een stukje beter. Maar gebruik ze niet op jezelf. Doe pijn blijkbaar. Metal Man die kan er niet tegen. Weet even hoe dat er zit. Logica is mijn broodje gezond verstand. Goed, we hebben weer een ster! Nou denk ik dat er hier inderdaad ergens, heus wel ergens, weet ik veel, een secret ster zou zitten. Maar aangezien dat ik deze levels niet zo goed ken uit mijn hoofd, en zeker niet als het clone levels zijn, weet ik dat dus niet uit mijn hoofd. Dus wat ik ga doen is ik ga gewoon heel even kijken of er inderdaad daar nog ergens een secret ster te vinden is. Ja, die is er. En er is een prankster komt ook. Waar zit die secret ster dan? In welk level? Level 2. Oké. Wat ik ga doen is ik ga heel eventjes een alternatief einde hier zoeken. Dus ik doe heel eventjes een knipje en ben zo bij jullie terug. Oké, hier hebben we een bubbel. Met een bel. Oké. En die wil ik eigenlijk weten wat een gouden muntje doet. Dus niet die ster even pakken. Even wachten nog. Oh, die geeft gewoon starlet. En een leven. Oké, maar dat was gewoon het onderwaterdeuntje van Mario 1. Oké. Ik bedoel, ik zag die bubbel en ik denk bij mij van wacht eventjes, dat zal geen obstakel zijn. Dus daar begin ik gewoon in als bij Mario, zoals jullie hebben gezien. Omdat ik het had waarschijnlijk toch inlaat, omdat jullie anders geen flauw idee hebben hoe dat je daar kwam. Dus, oké, dat was dus de Secret Star. Nou, fijn om dat te weten. Nou, ik denk dat we dan nog gewoon een opening gaan maken bij de volgende level. En nee hoor, we hebben een prankster comment. Leuk. Laat me raden, Daredevil over dat beest met zijn waterbubbels. Lach me eigenlijk kapot als het echt een Daredevil is. Wat hebben we? Cosmic Luigi Forest Race. Nee, ik haat die races. Vooral met Luigi, want Luigi die is pro. Oké, dus we moeten zo snel mogelijk daar terecht zien te komen. Oké, en waar beginnen we? Gewoon onderaan neem ik aan. Oké, pijlen die vertellen in ieder geval onze kan waar dat we naartoe moeten. Mocht het niet heel duidelijk zijn. Deze kan nogal lastig zijn. Laten we maar gewoon proberen. Ja, hele mooie L op de achtergrond. Oké. Nee. Dat wou ik niet doen. Uh-oh, dit kost tijd, jongens. Oh, boy. Ja,
Nee! Ah, nou heeft het ook geen nut ook meer. Oké, hier ben ik weer. En ik loop achter. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Hoe doet hij dat zo snel? Nee! Hij maakt me gewoon dood! Ik denk dat ik hier heel erg vaak ga falen. Ooit. Oh mijn god. Nou, ik weet dat deze aflevering een beetje aan de hele korte kant is. 10 minuten, dat is behoorlijk kort voor mijn standards. Maar ja, dit wordt opgenomen op een maandag. En ik heb vandaag het een en ander nog te doen. Sowieso ervoor zorgen tot maandag nog überhaupt... Ja, jullie weten ondertussen tot het maandag wel gelukt is. Maar dat maakt niet uit. Ik moet het nou nog bewerken en alles. Dus ik heb een beetje een heel erg krap tijdschema op het moment. Dus daarom wil ik het eventjes laten bij een hele korte aflevering vandaag. Sorry daarvoor. Dus ik ga heel eventjes kijken. Volgens mij was er geen nieuwe chapter. Zowel gaan we het nu voorlezen. Nee, was geen nieuwe chapter. Oké. Dus nou, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Ja, dit was Zelda Play 20. Ik dank jullie echt voor het kijken. Bedankt voor de support sowieso. En ja, sorry voor deze korte aflevering. Morgen zijn we weer terug bij een gewone aflevering. Dus de normale. Dus ja, sorry, ik zit een beetje in de tijdsnood. Dat kan gebeuren, denk ik zo. Dus, maar goed, dankjewel voor het kijken. En ik hoop jullie dan te zien. Dus tot dan. Doei!